en welkom bij een nieuwe aflevering van Kleine Tuin, Groot Geluk. De lente is in aantocht en dat betekent goede voorbereidingen treffen. Daarom ga ik vandaag aan de slag met deze dahlia-knollen. Ik ga ze namelijk forceren om vroeger en langer bloemen te krijgen. Als dat geen reden is om de handen uit de mouwen te steken, dan weet ik het ook niet meer. Dahlia's. Ja, ik heb iets met dahlia's, denk ik. Ik denk dat dat door mijn grootvader komt, want opa had ook altijd dahlia's in de moestuin staan. Dat was zo'n beetje onlosmakelijk verbonden met zijn moestuin. Ik vind dat trouwens een heel goed idee. Je kunt ze in de siertuin planten, maar als je een moestuin hebt, experimenteer daar eens met dahlia's. Echt waar, fantastisch om toch een beetje kleur en diversiteit in die moestuin te stoppen. Want ik heb een selectie gemaakt van een aantal soorten. Ik heb er hier nu 5 bij mij. En één daarvan is Café au lait. Dahlia Café au lait. En dat is zo'n mooie kleur. En je kunt het eigenlijk geen roze noemen, maar het zit ergens tussen zalmroze en crème roze. Echt heel subtiel. Heel mooi om te combineren met trouwens heel veel andere kleuren. En hele mooie, grote, volle bloemen. Dus als het een aanrader mag zijn, ga er zeker eens naar op zoek, want het is echt een aanwinst voor uw verzameling. Zo, ik ga er mijn pot bij nemen om te beginnen. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Zorg dat er altijd een gat zit onderin. Een drainagegat heet dat dan. En ik leg daar altijd een potscherf op. Heb je potscherven of heb je dat niet? Klopt dan een terracotta pot in tweeën of zo? Dat werkt perfect, maar dat zorgt er eigenlijk voor dat er geen grond naar buiten kan, dus dat er geen grond wegspoelt en dat er een soort van goede waterhuishouding ontstaat. Dan blijft er nooit echt water staan in de pot en dan kunnen de wortels van de dahlia-knollen in dit geval niet zomaar gaan rotten. En wat belangrijk is, waarom ga ik die dahlia's nu eigenlijk forceren? Waarom zou ik dat in godsnaam doen? Wel, ik zou ze ook gewoon in mei kunnen buiten planten, dat is geen enkel probleem. Ze groeien dan ook nog heel goed de hele zomer lang. Maar ik doe dat eigenlijk om de plant voor te bereiden en een beetje vroeger te laten bloeien. Als ik nu plant, dan zijn ze plantklaar vanaf mei. Dan kunnen ze vanaf mei meteen als plant in de moestuin geplant worden. En dan heb ik binnen de paar weken de eerste bloem al, of binnen de maand de eerste bloem. Wat anders toch wel een tijdje duurt. Dus nu beginnen betekent gewoon sneller bloemen hebben. Ik heb ondertussen mijn potgrond in de pot gedaan. Ik heb ervoor gekozen om kleine tot middelgrote potten te selecteren. Dat hoeft echt geen gigantische pot te zijn, want die dahlia-knollen blijven daar toch niet de hele zomer in staan. Die gaan vanaf mei in de moestuin. En ja, ik zou zeggen, tussen de 3 en de 7,5 liter inhoud is perfect. Dus vullen met potgrond, een klein plantgat maken en je favoriete dahlia-knollen erbij nemen. In mijn geval bijvoorbeeld Café au lait. Ik ga het blijven herhalen. Echt een topper. En dan krijg je zo van die echte vreemde knollen, hè. Dahlia-knollen. Ik ga ze gewoon in de grond stoppen en mooi bedekken met een laagje grond. Dat is wel belangrijk. Eigenlijk is dit de scheut of de stam, de steel van de plant, waar vorig jaar een plant uit kwam, hè. Dus daar hoef je echt geen rekening mee te houden. Ik ga zo ongeveer zo net onder de grond stoppen. Dan kunnen ze scheuten beginnen vormen. Lichtjes aandrukken. Dat is niet onbelangrijk. En nog een beetje potgrond er bovenop doen. Dan is alles netjes onder de grond. Dat zit alles netjes onder de grond. En dan kan ik meteen ook al water beginnen geven. Maar wat heel belangrijk is om te doen, dat is ze nu op een lichte, warme plek zetten. Het heeft geen zin om ze nu bijvoorbeeld in de kast te laten staan, want 's nachts is het gewoon nog veel te koud. Nogmaals, overdag kan het hier wel al flink warm worden door het eerste lentezonneke of pre-lentezonneke. Maar 's nachts is het gewoon veel te koud en ze gaan veel sneller in actie komen, hè, scheuten vormen, als ze binnen staan op een kamertemperatuur. Waar het eigenlijk nooit echt koud kan worden, want dahlia's zijn wel vorstgevoelig, dus daar moet je rekening mee houden. Je mag ze gerust overdag al hier even zetten in de kas, maar zorg dat ze 's nachts weer binnen zijn, zeker als er nachtvorst wordt voorspeld, want dan zijn ze kwijt, jammer genoeg.
Ja, en vergeet ook weer in dit geval de plantenlabels niet, de plantetiketjes. Want in geval van dahlia's, ja, er bestaan ook zoveel verschillende soorten. Zeker als je kleurenschema's en zo gaat maken, dan is het belangrijk om te weten welke variëteit je precies hebt. Dus zeker niet vergeten. Wat ook heel belangrijk is nu, mijn dahlia's zitten opgepot, zitten bijna in de grond allemaal. Maar ik moet ze natuurlijk water geven. Hè. Dus hou daar ook rekening mee. Doe dat, ja, afhankelijk van hoe warm dat het binnen is precies. Als het gewoon kamertemperatuur is, gewoon in de gaten houden. En dan zou het 1 keer per week of 2 keer per week, als het iets warmer is, moeten lukken om ze ja, te doen laten groeien. Hè. En wat ik ook nog wil meegeven, dat is dat dahlia's eigenlijk heel vaak het slachtoffer zijn van bladluizenplagen. Ja, je zult het misschien al gemerkt hebben als je dahlia's in de tuin hebt gehad, dat ze vaak in het voorjaar vol zitten, maar echt vol, van zwarte bladluizen. En dat kan ja, in geval van heel veel planten eigenlijk tot misvormde bloemknoppen leiden of misgroeide bladeren. Dus probeer daar wel een beetje rekening mee te houden om ze, ja, om ze zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Hè. Ik ga daar trouwens nog een biomiddeltje voor maken. Een huistuin- en keukenmiddel, maar het werkt supergoed. Zeker de volgende afleveringen in de gaten houden, want dan ga ik aan de slag om die bladluizen aan te pakken. Voilà, mijn dahlia-knollen zijn bij deze opgepot. En ik ben er zeker van dat ze mij de komende zomer weer zullen verrassen met hun bloemenpracht. En laat het misschien ook een oproep zijn. Weet je niet wat gedaan dit weekend? Ga dan zeker langs bij de kweker of bij het tuincentrum om de hoek en haal je enkele dahlia-knollen. Ze zijn zo hard de moeite waard om een keer te proberen in je eigen tuin. Wil je ondertussen meer informatie? Ga dan naar angelodornie.be. Wil je meer afleveringen bekijken? Ga dan naar tv.angelodornie.be. Een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Bye bye.